Dank voor de uitnodiging. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb hem drie keer gezegd toen Imre mij vroeg van wil jij de keynote doen dit jaar. Ik heb hem drie keer gezegd van weet je het wel heel zeker, want ik heb helemaal niks met development, met Drupal, ik kom vanuit de marketing. Dus wat hebben ze nou aan mijn verhaal? Nee, dat was juist de bedoeling van buiten naar binnen een verhaal te brengen. Dus ik mag jullie de komende 45 minuten meenemen in mijn verhaal over marketingcommunicatie. Maar ik wil het met name hebben over de opkomst van de platformeconomie. Wat we zien is nieuwe businessmodellen, nieuwe organisatievormen. En ook in marketingcommunicatie speelt dat een steeds grotere rol. En daar wil ik het met jullie over hebben. Wie ben ik? Ik ben Marco Derksen, oprichter van MarketingFix. Een online platform, ooit begonnen in 2002. Om zeg maar de ontwikkeling op het gebied van marketingcommunicatie bij te houden. Dat is inmiddels uitgegroeid tot een grote community met meer dan 300 bloggers. En we zijn nu 14, 15 jaar verder. En inmiddels is het gewoon een bedrijf geworden. We zijn eigenlijk gewoon een uitgever geworden, maar dan online met allerlei activiteiten. Dus een community zoals jullie, maar dan op het gebied van marketing. Daarnaast doe ik nog een aantal andere dingen, maar het belangrijkste is eigenlijk het adviseren van organisaties op het gebied van digitale strategie. En voordat ik begin met mijn verhaal, wil ik jullie eigenlijk vragen, heeft iemand enig idee wat dit is? Ik heb dit verhaal ooit een keer van Jim Stolzer gehoord, ik vond hem zo mooi, dus ik denk ik neem hem mee. Maar heeft iemand enig idee wat dit is? Het geeft een beetje de rode draad van mijn verhaal aan. Sorry? Nee, dit is niet mijn zomerhuisje. Nee, bijna goed. Sorry? Een luchtspiegeling. Luchtspiegeling, nee. Sorry? Wat zei je? Van Harry Potter. Ja, ik dacht dat ik het inderdaad verkeerd hoorde, maar je hebt het gelijk. Dat is inderdaad het kasteel van Harry Potter in Universal Studios in Amerika. En het interessante van dit verhaal is dat in 2007, van toen is dit opengegaan, dat Cindy Gordon, de marketingdirecteur van Universal Studios, de opdracht kreeg om een campagne te ontwikkelen om dit bekend te laten worden en naar buiten te brengen. En wat zij heeft gedaan is geen standaard campagne ontwikkeld. Zij is aan de slag gegaan en heeft de 7 grootste Harry Potter fans online heeft ze opgezocht. En dat was in dit tijd, zeg maar voor Facebook en Twitter, waren dat mensen die een grote blog hadden over Harry Potter. Het grootste forum van Harry Potter. Maar deze 7 mensen die hebben een brief van Perkamentus gekregen met een uitnodiging om op 31 mei 2007 s'avonds om 12 uur naar een bepaalde website toe te gaan. En tot die tijd moeten ze allemaal de mond helemaal dicht houden. En zij gaan die avond om 12 uur naar de website toe. En daar is een webcam en daar zit Cindy Gordon samen met de man die dit kasteel heeft ontworpen. En zij krijgen alle details te horen van dit kasteel. Wat er allemaal te zien is, wanneer het open gaat. En vanaf dat moment mogen zij het verhaal op hun manier naar buiten brengen. Nou, je voelt het natuurlijk al aan. Wat zij doen is via hun eigen kanalen dit verhaal naar buiten brengen. En het verhaal gaat dat ze in een week tijd meer dan 300 miljoen mensen hebben bereikt. Nou, dit is voor mij een heel mooie metafoor, een mooi verhaal om te laten zien dat die wereld van marketingcommunicatie in die connected wereld enorm aan het veranderen is. Dat campagnes op een andere manier werken. En het geeft eigenlijk ook wel een mooie rode draad voor mijn hele verhaal aan. Ik hou me dus inmiddels meer dan 15 jaar bezig met marketingcommunicatie, met name in de digitale wereld. En hoe langer ik daarover nadenk, hoe meer ik me realiseer dat wat wij vandaag de dag doen, dat het allemaal niet zo heel nieuw is. En dat terug is te pakken in de eeuw van mijn vader van Geert Mak. Dat is de tweede helft van de 19e eeuw, waarin ongeveer de helft van de Nederlanders zelfstandig is. De boer, de bakker, de timmerman en de mensen met elkaar samenwerken in kleine gemeenschappen. Rondom de kerk, rondom de school. En die normen en waarden uit die tijd zien we vandaag de dag weer terug in de nieuwe netwerksamenleving. Het interessante is dat in die tijd natuurlijk die industrialisatie al volop aan de gang is. Steeds meer mensen gaan in fabrieken werken op afstand. We krijgen te maken met massaproductie begin van de 20e eeuw. We hebben te maken met massacommunicatie om onze producten en diensten aan de man te brengen. En wat je ziet is, en dit is in 1937 The Nature of the Firm van Ronald Coase, die laat zien dat de belangrijkste succesfactoren van bedrijven in die tijd vooral te maken had met het minimaliseren van de transactiekosten. En dat betekent zoveel mogelijk in je eigen organisatie doen. Dit is het startpunt van de grote organisaties, de grote instituten zoals we die vandaag de dag kennen. En het heeft uiteindelijk geleid tot hele grote bedrijven, maar ook in de zorg, in de overheid, fusie op fusie. En het heeft uiteindelijk geleid tot de crisis waar we vandaag de dag in zitten. En niet alleen bij banken, wat ik al zei, dat geldt ook voor andere organisaties. En in de jaren 90 met de opkomst van internet, Kluutwee Manifesto, werd de voorspelling gedaan. Kluutwee Manifesto bevat 95 stellingen
waarin staat dat de wereld anders gaat worden en dat bedrijven anders gaan worden. Power to the consumer, internet zou organisatievormen veranderen, drastisch veranderen. Alleen we hebben de internetzeepbel werd doorgeprikt in 2000 en we gingen eigenlijk door zoals we dat altijd hebben gedaan. Maar vanaf dat moment zie je wel een aantal mensen die visie omarmd hebben en die zijn ermee verder gegaan. Henry Chesbrough, open innovatie, Josephine Green van Philips, die het verhaal heeft geschreven van pyramids to pancakes, van hiërarchische top-down organisaties met allerlei managementlagen. Langzamerhand over naar organisaties waar we die managementlagen niet meer nodig hebben. Platte organisatiestructuren, de pannenkoeken. En misschien wat bekendere en recenter in ieder geval Society 3.0 van Ronald van der Hof. Mensen met allemaal een beetje dezelfde visie. Dat internet de wereld gaat veranderen en dat wij op een andere manier kunnen en moeten gaan samenwerken. En we komen langzamerhand aan in de eeuw van mijn dochters. Dit zijn twee van mijn dochters op de bank samen met het buurmeisje die met een iPad en iPhone eigenlijk gewoon continu in contact staan met hun omgeving. Met vriendinnen op school, met vriendinnetjes in de wijk. En ze zijn continu met hun in contact. En ik heb dat proberen samen te vatten in het model van de eeuw van mijn vader naar de eeuw van mijn dochters. Omdat ik daarmee wil aangeven dat wij uit een netwerksamenleving komen, die 19e eeuw. Dat die industrialisatie ervoor gezorgd heeft dat we hele grote instituten hebben gecreëerd. Waarin op een gegeven moment de afstand tussen zeg maar de top en de medewerkers vrij groot is geworden. En ze eigenlijk niet meer weten wie er in de organisatie werkt, laat staan dat ze weten wie de klanten zijn. Communicatie heel erg 1.0 zenden. En dat door de opkomst van internet, met name mobiel en social de afgelopen jaren, dat we weer dichter bij elkaar komen. En langzamerhand naar een nieuwe netwerksamenleving ga ik 3.0 noemen. Die heel erg lijkt op die oude netwerksamenleving. Alleen we zitten niet meer in één netwerk, we zitten in veel meer netwerken. En de snelheid van communicatie, de snelheid van samenwerken in dit soort netwerken is natuurlijk veel sneller. Nou, wat ik normaal gesproken doe in mijn presentaties voor marketeers en communicatiemensen, dan neem ik ze mee van die verschuiving van 1.0 naar 2.0 naar 3.0. Want die wordt vooral gedreven door technologische ontwikkelingen, door sociale ontwikkelingen. En dat zijn zaken, daar ga ik vanuit dat jullie dat allemaal eigenlijk allemaal wel weten. Maar de verschuiving van vast internet naar mobiel. Hè, dat we op dit moment meer via mobiel naar het internet gaan dan via vast is dit bij jullie allemaal bekend. Maar dit betekent dat je in je hele internetstrategie bij marketingcommunicatie niet meer de website centraal moet hebben, maar mobiel. En je ziet nog steeds organisaties waarbij de website centraal staat en de mobiele applicatie of de mobiele site een afgeleide. Nou, dat zou kantelen. Mobile first komt steeds meer vooraan te staan. En terwijl wij aan het discussiëren zijn over mobiel, is de volgende generatie technologie al aan het aankomen. Dat zijn de wearables. De Google Glass, de Apple Watch. En dat betekent dat we niet meer overal contact hebben met het internet, maar we moeten hem nog aanzetten met ons mobiel of met onze iPad. Maar dat betekent dat we continu verbonden zijn met het internet. Dat is aan de ene kant de technologische ontwikkeling. Daar ga ik normaal gesproken wat dieper op in. Maar nogmaals, ik ga ervan uit dat jullie daar redelijk in mee zijn genomen. Maar aan de andere kant zien we de verandering van communiceren. Het gebruik van sociale media met name. Eind 2009 communiceren we meer via sociale media dan via e-mail. En als we nu kijken naar sociale media, dan is dat nog steeds aan het evolueren. Continu aan het veranderen. Ik maak vaak gebruik van Google Trends om te kijken van wat zijn nu eigenlijk de belangrijkste trends op dit moment. En wat je ziet is dat... Ik maak gebruik van Google Trends om te kijken van wat zijn nu eigenlijk de belangrijkste platformen op dit moment. En dit is van de afgelopen jaren zie je zeg maar de opkomst van Facebook, YouTube, de opkomst en zeg maar het teneurgaan van Hives. Maar wat hierin opvalt is dat de laatste jaar, met name de laatste anderhalf jaar, dat Twitter en Facebook weer aan het afnemen is. Mijn dochters, beide actief geweest op Facebook en Twitter, komen daar niet of nauwelijks meer. Kijk je naar de berichten op al die open platformen op sociale media, dan zien we nog steeds een toename van het aantal berichten dat gaat over merken, over producten. Maar gaan we kijken naar berichten die gaan over onszelf. Ik heb hier een analyse gedaan van allerlei berichten op sociale media, Twitter, Facebook, etc. En waarin voorkomt ik ben, of ik ga, of ik doe, of ik loop. Dus berichten die over onszelf gaan, dan zien we vanaf 2012 een drastische afname van het aantal berichten. En misschien dat jullie dat zelf bij jezelf ook al hebben gemerkt. We zijn steeds minder actief op sociale media, met name om dingen over onszelf te vertellen.
En ook weer met diezelfde Google Trends kan je kijken van wat is dan de opkomst van nieuwe platformen. En dan zie je de opkomst van WhatsApp, Instagram, Pinterest. Meer mobiel, meer visueel gericht, maar vooral ook gesloten. Mijn dochters zitten actief in verschillende WhatsApp-groepen. En dat zijn allemaal gesloten netwerken. En dit is een groot probleem, of een grote uitdaging moet ik zeggen, vanuit marketingcommunicatie. We hebben de afgelopen jaren enorm geïnvesteerd in marketingcommunicatie via sociale media. Facebook-pagina's, et cetera. Maar nu, zeg maar, de mensen wat meer naar gesloten netwerken gaan. Hoe bereiken we straks nog onze doelgroep? Uitdaging voor marketingcommunicatie. Die verschuiving. En het interessante is natuurlijk ook van wat is de strategie van Facebook op dit moment? En je ziet al dat Facebook vorig jaar met het wegnemen van Messenger uit Facebook een aparte applicatie van gemaakt. Dit jaar hebben ze aangekondigd dat ze daar een open API voor ontwikkelen. Dat zeg maar derden ook applicaties binnen Messenger kunnen maken. Dat ze daarmee een nieuw ecosysteem ontwikkelen waarmee ze eigenlijk Apple en Android willen omzeilen. En gewoon een compleet nieuw ecosysteem neerleggen. Maar wel in gesloten omgevingen. Belangrijkste van dit deel van mijn verhaal, en nogmaals, dit is een samenvatting van wat ik normaal gesproken voor marketeers en communicatiemensen. Belangrijkste is, mensen zijn steeds meer en eigenlijk overal connected. En je ziet de rol van de consument in allerlei processen toenemen. Of dat nou marketing is, communicatie of product development of wat dan ook. De rol van die personen, van consumenten, van klanten, van burgers, is aan het toenemen. En de grote vraag is, van wat betekent dit nu, die opkomst van die connected consument voor organisaties? En ik maak daarbij onderscheid in traditionele organisaties, traditionele consumenten, online consumenten, online organisaties en connected organisaties of connected consumenten. De 1.0, 2.0 en 3.0 en we zien een verschuiving. En het is ook niet zwart-wit, maar we zien wel een duidelijke verschuiving van die traditionele organisaties, traditionele klanten, naar het online en naar het connected. Misschien een paar voorbeelden. Typisch 1.0 is natuurlijk de bank waarbij je fysiek naar een bank gaat. 2.0 is natuurlijk dat we gewoon alles online kunnen doen. Daar zitten we nu middenin. En de volgende stap is dat peer-to-peer banking of bitcoin of wat dan ook. Dat we naar een nieuwe structuur gaan van betalingsverkeer. De reiswereld. OAuth kennen we allemaal. Typisch voorbeeld van 1.0. Fysieke organisatie, fysieke winkels. Folders, reclamefolders, te laat zeg maar in internet ingestapt, te laat online omarmd, failliet gegaan een tijd terug. Typische 2.0 is natuurlijk Booking.com, die snapt dat online spel ongelooflijk goed. De vindbaarheid in zoekmachines, de positionering in vergelijkingssites. Als je vandaag de dag een hotelkamer in Londen of in Parijs wil hebben en je gaat zoeken via zoekmachines, dan gegarandeerd dat je terechtkomt op Booking.com. Ik merk zelf overigens, hoe vaker ik zeg maar, op dit soort platformen kom, zeker bij Booking.com, dat ik me genaaid voel, want ik heb altijd de laatste of de ene laatste hotelkamer. En als je wat speelt met cookies, dan krijg je gegarandeerd een andere prijs. Er loopt overigens nu wel een rechtszaak, omdat dat niet meer mag, maar Booking.com en de Booking is daar niet alleen in. Er zijn steeds meer partijen die snappen hoe je online moet gebruiken, hoe je online verleiding kunt gebruiken om zoveel mogelijk omzet te maken. En ik heb dus steeds minder vertrouwen in dit soort partijen. En ik merk dat ik bij mezelf eigenlijk al steeds vaker naar mijn netwerk toe ga. Want ik ben altijd en overal connected. Ik zeg in mijn netwerk, jongens, ik ga naar Londen. Wie is er ooit geweest? Wie weet er een hotelkamer? En we zitten eigenlijk langs mijn hand in die 3.0 wereld. In die connected wereld waarbij ik gewoon mijn eigen omgeving vraag. Van jongens, waar moet ik naartoe? Airbnb is daar denk ik een mooi voorbeeld van. Van een nieuwe 3.0 organisatie. Maar nogmaals, het rechtstreeks in je eigen netwerk, en of dat nou Twitter is, Facebook of LinkedIn, dat zal een steeds grotere rol gaan spelen. En dit is nu nog open, maar dit gaat straks ook in die gesloten omgevingen. De gesloten WhatsApp-groepen, waarbij je aan je eigen omgeving vraagt van ik ga naar Londen, wie weet er een hotel, wie weet er een restaurant. Nou, wat betekent dit nu voor organisaties? Dat is de vraag waarmee ik zeg maar de afgelopen jaren bezig ben en probeer bedrijven daarin mee te nemen. Wat betekent dit nu voor organisaties? En wat je ziet is dat steeds meer ook de businessmodellen aan het veranderen. Het is dus niet alleen de marketingcommunicatie, maar ook de manier van samenwerken met klanten, met partners. En daardoor compleet nieuwe businessmodellen ontstaan.
De verschuiving, en dit zijn denk ik open deuren, maar de verschuiving van gesloten ketens naar open netwerken is natuurlijk een belangrijke ontwikkeling die we daarin zien. Maar met name zeg maar die andere samenwerking met klanten, met partners en met eigen medewerkers. Voor grote organisaties is het ook interessant om te kijken van hoe kan je nu op een hele andere manier intern samenwerken. Nou, de goede voorbeelden, Marktplaats is daar ooit al natuurlijk allemaal mee begonnen, maar je ziet dus natuurlijk steeds meer voorbeelden van organisaties die heel erg inspelen op dat samen met klanten of samen met partners dingen doen. En dit zijn voorbeelden die jullie kennen, TripAdvisor, Kiva is een crowdfunding platform op microschaal, de Airbnb en Uber, dat zijn natuurlijk de voorbeelden die op dit moment overal worden gebruikt. En het interessante is dat dat soort ontwikkelingen ongelooflijk snel gaan. Airbnb heeft in 5 jaar tijd hebben zij een positie gekregen in de top 5 hotelketens wereldwijd. Dus daar waar zeg maar, de organisaties als Hilton of Intercontinental meer dan 80, 90 jaar over hebben gedaan om zeg maar, hun marktaandeel, hun positionering te krijgen, heeft Airbnb dat in 5 jaar voor elkaar gekregen. En dat is het opmerkelijke van dit moment, dat de snelheid waarmee dit soort nieuwe organisaties opkomen en zeg maar marktleider worden, dat dat extreem groot is. En hoe komt dat nou? Het belangrijkste is eigenlijk dat dit soort organisaties in een hele korte tijd, want als je goed naar de software van Airbnb gaat kijken, is dat niet zo complex. Met een simpele hackathon, met een aantal studenten in een weekend, heb je in feite Airbnb in elkaar geknutseld. Waarom kunnen zij zo snel groeien? Dat is 1, omdat zij zeg maar, door kunnen ontwikkelen op platformen als iOS van Apple en Android. Er ligt dus een infrastructuur waarop zij heel snel zeg maar, nieuwe applicaties kunnen ontwikkelen. In feite zijn alle nieuwe organisaties op dit moment heel erg gericht op dit is het platform en daarbovenop ontwikkelen wij een toepassing. En daarnaast natuurlijk de sociale media, de netwerk om het heel snel op te kunnen verspreiden. Dus om in een hele korte tijd een grote doelgroep te bereiken. En het interessante is, dit is heel erg op software gericht. Alle grote, snelle organisaties op dit moment is heel erg op software gericht. En afgelopen week had ik een verhaal van Guus Freeriks, die de oprichter is van Startup Bootcamp Hightech XL in Eindhoven. En hij vertelde mijn verhaal en ik denk, jeetje, dat komt er dus nu nog aan. Hè? Want we zijn nu heel erg gericht op software, maar de volgende stap is dat die hardware revolutie eraan komt. En we kennen allemaal de Nest en de Oculus Rift, maar dat is nog maar het begin van wat we gaan zien. We zien langzamerhand dat er partijen ontstaan die zeg maar, een soort van open hardware ontwikkelen, zeg maar een printplaat waarin iedereen makkelijk dingen op kan ontwikkelen. En dit is de eentje van Arduino, daar gaan we de komende jaren meer van horen. Maar in feite heb je hier voor 80% de robot klaar. Dus je kunt de komende jaren zullen we hackathons zien, en dat zien we nu al, van partijen die zeg maar niet zozeer op de software zijn gericht, maar juist op hardware. De nieuwe robots, nieuwe robottoepassingen, en Eindhoven probeert daar natuurlijk voorop te lopen. Maar we zullen de komende jaren zien dat we naast de software zeg maar softwareorganisaties als Airbnb, Uber, Kiva, noem ze maar op, dat we langzamerhand ook steeds meer van dit soort hele snel groeiende organisaties in de hardware zullen zien. En wat ik al zei, die ontwikkelingen gaan steeds sneller. En voor een deel heeft dat te maken met de wet van Moore. Iedere 2 jaar verdubbelt die rekenkracht. En volgens de experts zitten wij nu aan de tweede helft van het schaakbord, waardoor het exponentieel hard gaat. En het interessante is dat aan de ene kant zeg maar, de markt zich exponentieel aan het ontwikkelen is. De omstandigheden zijn exponentieel ontwikkeld. Terwijl de meeste organisaties zich nog steeds lineair hebben georganiseerd. Als ik 2 keer zoveel docenten aanneem, kan ik 2 keer zoveel studenten aan. Als ik 2 keer zoveel bedden heb, kan ik 2 keer zoveel patiënten aan. Als ik 2 keer zoveel developers heb, kan ik 2 keer zoveel software ontwikkelen. Organisaties zijn heel erg lineair georganiseerd, terwijl de wereld zich exponentieel aan het ontwikkelen is. En daar ontstaat een gat, die ontwrichting wordt genoemd. En organisaties die snappen hoe je zeg maar, op die exponentiële ontwikkelingen mee kunt liften en dus heel snel kunt schakelen, dat zijn de organisaties van de toekomst. En interessant is, afgelopen jaar hebben een aantal mensen
Ismael Malone en Jurie van Geest is dan een Nederlander. Die hebben honderden bedrijven hebben die bestudeerd. Ze hebben heel veel interviews gehouden. En ze hebben gekeken van wat maakt nou die organisatie die heel snel en exponentieel kunnen groeien. Wat maakt dat nou fundamenteel anders dan de organisatie die in dezelfde markt niet exponentieel groeien. En met exponentieel groeien bedoelen ze 10 keer zo groot, 10 keer zo snel, 10 keer zoveel meer omzet als hun vergelijkbare concurrenten. Daar hebben zij uiteindelijk, uit dat onderzoek zijn 11 factoren gekomen. 11 factoren waarbij de allerbelangrijkste de MTP is, dat is de Massive Transformative Purpose, het hogere doel van een organisatie, die staat daarin centraal. En vervolgens hebben ze 5 interne factoren en 5 externe factoren gevonden die een grote rol spelen waarom de ene organisatie dus heel snel succesvol is en de andere niet. En nou, om een paar voorbeelden te geven, als je naar extern kijkt, staff on demand, moet je alle mensen nog zelf in dienst hebben? Of moet je in staat zijn op het moment dat het nodig is, dat je heel snel kunt bijschakelen? Dus dat je een vaste kern van mensen hebt, waarbij je heel snel zeg maar, je pool van medewerkers kunt laten groeien. Als je dat kunt, dan is dat een onderdeel van exponentiële organisatie. Gebruik maken van die community en crowd. Gebruik maken van het netwerk van klanten of van medewerkers of van het gebruik maken van big data en algoritmes. Engagement, veel meer naar engagement doen. Dit zijn de externe factoren, intern, interfaces, dashboards. Veel meer autonomie in de organisaties leggen. Hè. Dus niet die hele hiërarchische structuren. Maar je moet ook mensen het vertrouwen geven en de vrijheid geven om zelf beslissingen te kunnen nemen. Dit zijn allemaal factoren om snel te kunnen groeien. En wat zij zeggen is dat je minimaal 4 factoren moet hebben om überhaupt een exponentiële organisatie te kunnen zijn. Ik wil er een paar uitpakken waarvan ik denk dat die ook van belang zijn voor de Drupal community. Want in feite zijn jullie niet met elkaar in één organisatie aan het werk, maar jullie als community is natuurlijk ook een organisatie. Dus met die bril heb ik er ook naar gekeken. En de allerbelangrijkste is natuurlijk die Massive Transformative Purpose, dat hogere doel. En we kennen denk ik allemaal Simon Sinek met de why, starten met de waarom vraag. Waarom besta jij als organisatie? Dat is nodig. Waarom heb je dat nodig als organisatie? Als je die eenmaal goed hebt gedefinieerd, dan hoef je niet iedere keer weer iedereen te overtuigen waarom we dingen doen in organisaties. Dus op het moment dat die helder is, dan kan je veel sneller je medewerkers, je klanten en andere partijen meekrijgen om die richting op te gaan. En we kennen denk ik allemaal wel zeg maar de voorbeelden van organisaties als nou, Google, TED, Make Invention Accessible, Kirk. Zo zijn er heel veel van dat soort voorbeelden, concrete, hogere doelen, waarmee meteen duidelijk is waar die organisatie voor staat. Nou, een andere item is algoritmes, big data. Jullie kennen denk ik allemaal House of Cards, denk ik wel. Frank Underwood. Kevin Spacey had het plan voor House of Cards. En is daarmee naar ABC en naar NBC, de grote televisiestations in Amerika gegaan. Met de vraag van, ik heb een plan voor een serie, willen jullie dat oppakken en uitzenden? En beide hebben gezegd, we willen dit wel doen, maar we willen eerst een pilot doen. Toen heeft Kevin Spacey gezegd, we doen geen pilot, we doen of de hele serie of niet. Nou, uiteindelijk is hij met het hele plan naar Netflix gegaan. En Netflix is op basis van data, konden zij een inschatting maken of dit wel of niet een succes zou worden. En Netflix heeft dus niet gezegd, we doen eerst een pilot. Nee, we gaan meteen de hele serie gaan wij, van je afnemen en gaan we produceren. Dus op basis van big data kon Netflix die keuze maken. En 2 weken geleden in het FD misschien gezien, de Netflixisering van zeg maar, video is natuurlijk volop aan de gang. Zij worden de grote speler in de wereld van video, van series, etc. En niet zozeer omdat zij nou betere films of betere, maar zij kunnen op basis van big data veel sneller zien wat wel en niet in de smaak zou vallen. Gaat overigens niet altijd goed. Ik ben zelf een gebruiker van Netflix. Ik kreeg afgelopen weken Hannah Montana weer aanbevolen. Dus ik zal eens even met mijn dochter gaan praten wat zij met mijn Netflix-account doet. Maar om heel even aan te geven dat big data dat steeds belangrijker gaat worden. En een van de belangrijke factoren om als organisatie ook snel beslissingen te kunnen nemen en snel kunnen groeien. En dit is niet alleen bij Netflix, dit zullen we zien bij Spotify, Blendl. We krijgen steeds meer organisaties die vooral gericht zijn en gebaseerd zijn om het slim omgaan met die big data.
Amazon is daar denk ik al een voorbeeld van. Het is natuurlijk niet nieuw. Amazon is natuurlijk al langer daarmee bezig. En dat hele recommendation engine van Amazon is daarop gebaseerd. Je hebt deze boeken gelezen en op basis daarvan adviseren we ook dit en dit boek. Het gaat niet altijd goed. Maar het wordt wel steeds beter. En ik weet niet of iemand van jullie gebruik maakt van Amazon of van bol.com of dat soort platformen. Ongemerkt koop je toch af en toe boeken die je nog niet kende. Doordat je een aanbeveling krijgt op dit soort platformen. Het tweede belangrijke, een van, die 10 factoren is niet big data, maar op het moment dat je big data hebt, van hoe krijg je nou inzicht in al die ontwikkelingen? Dat zijn die dashboards. Dit is het dashboard van MarketingFacts bij ons op kantoor. Ik zei al, MarketingFacts is een online platform. Wij meten continu hoeveel bezoekers er op de site zijn, hoeveel mensen er vanuit nieuwsbrieven komen, hoeveel er vanuit sociale media komen. We hebben dus real-time inzicht in alle traffic op marketingfacts.nl. En het interessante is dat mensen die dus zeg maar met MarketingFacts werken, de bloggers op ons kantoor, dat die dus ook meteen kunnen zien van ik heb dit geplaatst, wat gebeurt daar nu eigenlijk? En ongemerkt zie je dat zij op basis daarvan steeds beter weten hoe ze zeg maar de koptekst moeten maken, hoe ze het moeten aankondigen op Facebook, op Twitter of op andere platformen. Ze krijgen inzicht van wat wel werkt en wat niet werkt. Nou, dit is natuurlijk maar een klein voorbeeld, maar het geeft wel aan dat dashboards in organisaties ongelooflijk belangrijk kan zijn om niet alleen de top of marketingcommunicatie inzicht te geven in allerlei ontwikkelingen, maar juist iedereen in die organisatie. En je ziet dit bij de meeste organisaties ook wel ontstaan. Dit is de social hub van T-Mobile, maar de KLM's, de ING's. Alle grote organisaties hebben tegenwoordig een social hub, waarbij ze via allerlei monitoring tools in feite continu, real-time, inzicht hebben wat er online gebeurt. Op alle open sociale platformen. En dit is T-Mobile, maar nogmaals, alle organisaties hebben dit. En die maken dan gebruik van slimme tools, die dus zeg maar inzicht geven van wat gebeurt daar nu op al die sociale media. En ik heb hier een willekeurige tool gebruikt, dit is Cousteau uit Eindhoven. Zij analyseren zeg maar 400.000 bronnen, open bronnen. Dan moet je eraan denken, Twitter is er eentje, Facebook is er eentje, LinkedIn is er eentje. Maar ook alle blogs, alle nieuwssites, alle fora. Alles bij elkaar 400.000 platformen die ze real-time of bijna real-time indexeren. En wat je daarmee kunt doen is dat je dus kunt zoeken. Je hebt net als Google gewoon een zoekmachine op al die data. En ik heb in dit geval heb ik eens een analyse gemaakt op Drupal Jam. Van de afgelopen maand. En wat je dan hieronder ziet is zeg maar het aantal berichten waarin Drupal Jam voorbij komt. Dus dat waren de 800 in de afgelopen maand. Dus ik heb daar real-time inzicht in. De afgelopen week werd het nog wat heftiger. Er werd nog wat extra promotie gemaakt voor het event blijkbaar. Daarnaast kan ik kijken, want dat waren het aantal berichten, maar ik krijg ook inzicht of dat positieve of negatieve berichten waren. Dus op basis van tekstanalyse kan er een automatische sentimentanalyse gedaan worden van nou, is het nou een positief bericht of een negatief bericht. Een smiley is positief en als je veel of wat dan ook meeneemt is het negatief. Hij maakt nog heel veel fouten. Sarcasme kan hij bijvoorbeeld nog helemaal niet mee omgaan. Maar als je het hebt over grote aantallen, dan heb je een aardige indicatie of dat nou in de algemene trend positief is of negatief. Nou, en soms, dit gaat nog steeds over grote aantallen berichten en dan wil je toch even inzoomen van waar gaat het nou eigenlijk over. Dus je kunt op een gegeven moment ook een piek pakken en zeggen van wat is nou eigenlijk, waar gaan al deze berichten over? Dus dan krijg je een soort van trending topics of tech cloud analyse rondom die piek. En als ik nu naar de afgelopen dagen ga kijken, dan gaat het vooral over, nou ja, eigenlijk logisch, het aankondigen van dit event van vandaag. Maar ik heb ook op deze manier gekeken naar vorig jaar, de Drupal Jam. Dan zoom ik even in op die piek van vorig jaar. En dan zie je eigenlijk meteen waar het over gaat. Dat ging vorig jaar blijkbaar over privacy, toegankelijkheid. Dit waren de termen die horen bij alle berichten die vorig jaar rondom dit event waren. Het aardige van dit soort tools, want dit kan natuurlijk ook met gratis tools. Het aardige van dit soort tools is dat je nog een slag dieper kunt gaan en kijken, maar waar komen dan al die berichten vandaan? Het was allemaal niet zo heel spannend op dit moment. Veruit het grootste gedeelte van alle berichten kwamen via Twitter. En dan heb je nog Facebook en dan heb je nog een aantal nieuwssites. Maar het geeft je wel inzicht. Dit is, want je kunt nog een stap verder en je kunt gaan kijken wie zijn dat dan die berichten doen. Ja Bert, daar kom je toch. Ik kon er niks aan doen. Maar jij staat bovenaan met
maar liefst 138 berichten. Dat noemen wij spam, maar ik weet niet hoe jullie dat noemen. Maar het aardige is het is überhaupt, hè, als je nu naar het lijstje gaat kijken, wat hij doet, hè, er waren inderdaad 163 unieke auteurs die in de afgelopen maand iets hebben gezegd over Drupal Jam. Waarvan Bert veruit aan de kop staat. Op de tweede plaats Drupal Jam. Ik vermoed dat jij dat ook bent. En daarnaast, P. Grond, Immeren staat ertussen, Schaap zit er, jullie zitten er allemaal. Eigenlijk het hele bestuur een beetje, hè? Die hebben dat met elkaar verdeeld van aankondigen. Maar dit is wel typisch voor heel veel organisaties, dat met name de eigen organisatie aan het zenden is. Hè? Dus, maar wat je hier ook uithaalt, hè, hij probeert automatisch mannetje, vrouwtje. Hè, dat gaat ook niet altijd goed, maar we hebben wel een indicatie dat we toch te maken hebben met vooral een mannelijke community. Maar het geeft mooi inzicht op welke plekken en wie doen dat. En het interessante is, ik kan nog een slag dieper, ik kan die Bert Boerland pakken. En ik klik daardoor en ik krijg het hele profiel als dat open is. Als dat open is, krijg ik het profiel van Bert te zien wie die is, waar hij, wat hij doet op Twitter, Facebook, etc. En ik kan nog een slag dieper. Dan ga ik op het netwerk van Bert in en ik krijg precies te zien waar Bert de afgelopen maand open mee heeft zitten communiceren. En dan gaat hij rekenen. En dan probeert hij clusters te maken. Dan probeert hij clusters te maken van mensen die weer bij elkaar horen. En ja, het is wat lastig te zien achterin. Presentatie komt over online te staan, als dat mag van Bert. Ja. Maar daar helemaal in het midden, die bolletjes die daar staat Bert met het bestuur. Dus de afgelopen 30 dagen hebben jullie regelmatig met elkaar blijkbaar contact gehad. Daar rechtsbovenaan, daar zag ik mijzelf terug. Marco Derksen, Erwin Blom zit daarin. Maar het grappige is, dat zijn inderdaad de groep waar ik me ook veel in beweeg. Ik zag hier onderaan Bas Paternotte, Bas Taart, dat zijn blijkbaar ook vrienden van jou. Maar dat is ook weer een groep waar jij heel veel contact mee hebt. Op deze manier kan ik dus ook meteen zien, die persoon die dus het meeste invloed heeft, of in ieder geval de meeste berichten. Want het gaat niet alleen om het aantal berichten, je kunt aan de rechterkant ook kijken, wie heeft nu de meeste invloed online. Dus op die manier kan ik zeg maar een analyse maken van de afgelopen 30 dagen rondom Drupal Jam. En het gaat overigens nog verder, want omdat we eigenlijk steeds meer via mobiel doen, kan ik nog exact achterhalen waar die berichten vandaan komen. En ik hoorde net pas dat jij uit Haarlem komt, maar ja, daarom is Haarlem dus op dit kaartje zeg maar ver uit de heatspot waar de meeste berichten vandaan komen. Maar wat kunnen we daar nu mee? Wat kunnen bedrijven daar nu mee? En op deze manier kan ik wel achterhalen, en nogmaals, dit is heel erg de aankondiging van dit event. Maar je kunt dit natuurlijk ook doen na afloop van een event. Of rondom een campagne, of rondom een nieuwe productlancering. Ik had deze analyse ook kunnen doen, puur op basis van Drupal. En de analyse van Drupal levert veel meer berichten op en veel meer diversiteit. Maar op basis daarvan kan ik kijken, op welke plekken hebben we het nu over Drupal? Maar vooral, wie zijn nou die belangrijkste online influencers? Welke online influencers kunnen gebruiken op het moment dat wij bijvoorbeeld een Drupal Jam organiseren, dat we dat niet meer met z'n vijven alleen als bestuur moeten doen, maar hoe kunnen we nou de community gebruiken en welke mensen in die community hebben eigenlijk het meeste bereik? En zouden we hun niet moeten vragen van, goh, zou jij ons niet kunnen helpen met de marketing en communicatie, met de PR? Of als je op zoek gaat naar mensen die bepaalde projecten hebben gedaan. Dus het geeft inzicht. Wie in je netwerk, wie in je community moet je hebben voor PR of bepaalde type kennis? Of... Er is een voorbeeld van Universal Studios die dat op die manier hebben gedaan in het pre-Facebook-Twitter-tijdperk. Maar je ziet natuurlijk steeds meer organisaties die op een slimme manier, op die manier gebruik maken van die community. Amazon doet het al jaren, daarom ik noem Amazon een paar keer, omdat dat een bedrijf is wat al wel langer bestaat, maar op een hele slimme manier gebruik heeft gemaakt van die community. 40% van de omzet van Amazon, en dan hebben we het over miljarden, komt via affiliates. 40% van de omzet van Amazon komt via affiliates. Websites die boeken verkopen van Amazon, door gewoon een linkje te leggen naar Amazon. En ze krijgen daarop 5-7, of afhankelijk van de afspraak, een percentage van de verkoop. En dat betekent dus dat Amazon zelf geen risico's loopt, geen geld hoeft te investeren in marketing, maar wel een groot deel van de omzet binnenhaalt via dit soort affiliate partijen. Slimme manier van marketing. Nou, MarketingFacts zelf is natuurlijk ook een voorbeeld die heel erg gebruik maakt van die community.
Er werken op dit moment 4 mensen in vaste dienst bij Mactifex. Maar ik noemde straks al, er zijn meer dan 300 bloggers die een actieve rol hebben in die community. Die maken content, die helpen mee met het opzetten van het event. Zie het als vrijwilligerswerk, maar aan de andere kant, voor hun is het ook weer belangrijk, omdat ze daarmee weer leads binnenhalen, et cetera. Dus die community speelt daar een hele grote rol. Maar we hebben dat op een hele mooie manier, denk ik, weten bij elkaar te brengen. Organisaties, T-Mobile, T-Mobile Forum. Ik weet niet of jullie klant zijn bij T-Mobile, die zullen het misschien kennen, maar die hebben een klantenforum waar inmiddels meer dan 200.000 klanten van T-Mobile in zitten. En klanten helpen klanten. Dus je moet je voorstellen dat de klantenserviceafdeling van T-Mobile, dat die eigenlijk steeds minder vragen krijgen, omdat een deel van de vragen die normaal gesproken bij een klantenserviceafdeling zou komen, dat die nu gewoon in deze community worden opgepakt en afgehandeld. Nou, je moet je realiseren, als dit verder door wordt ontwikkeld, wat dat voor besparing kan opleveren van een organisatie. Nou, en ik noemde al Airbnb als voorbeeld. Maar die hebben een aantal van dit soort factoren natuurlijk op een hele slimme manier bij elkaar gebracht. En hebben daarmee een organisatie neergezet in een hele korte tijd. Die gewoon net zo goed is, of net zo groot, of net zo succesvol, zoals je wil, als de grote hotelketens wereldwijd die al 80, 90 jaar bezig zijn. De vraag is dus van hoe kan ik op een slimme manier gebruik maken van de huidige omstandigheden, internettechnologie, connected zijn, big data, dashboards, gebruik maken van die communities, om wel exponentieel te groeien, mee te gaan in die snelle ontwikkelingen en niet te blijven hangen in die lineaire organisaties. Ik heb, en daarmee wil ik het ook langzamerhand kan afronden, maar ik heb natuurlijk ook naar jullie eigen community gekeken. Van hoe doen jullie het als community? En dit is de site, nou jullie zullen hem allemaal beter kennen dan ik, maar ik zat te kijken en ik ben een buitenstaander. En ik zat te kijken, wat is nu eigenlijk het doel, het hogere doel van Drupal? Waardoor krijg ik die community allemaal massaal mee en niet alleen de developers, maar ook de mensen rondom die community, dat ze snappen waarom Drupal en waarom is dat beter dan al die anderen. Waarom bestaat Drupal? Is er iemand die daar in één zin, à la Google of à la TED, iets over kan zeggen? Sorry? En welke is dat? Kom voor de software, stay voor de community. Ja, dat is misschien voor de developers zou dat kunnen. Maar daarbuiten vraag ik me af of je daarmee de mensen meekrijgt om te kiezen voor Drupal. Nee, maar dit is een serieuze vraag, hè? Waarom? Wat is de waarom-vraag voor de Drupal community? Klikbouwer. Klikbouwer? Klikbouwer. Ja? De kracht om gewoon via een gebruikerinterface hele complexe systemen op te zetten. Maar nou ben je al in twee zinnen bij. Het gaat echt om die hele. Nee, maar daar mogen jullie de hele dag over nadenken. Misschien is het aardig om eind van de middag met elkaar nog eens na te denken van wat is nou die waarom. Maar ik zat wel te kijken, dit zijn nieuwe platformen en sommige van jullie zullen het kennen, sommige niet. Maar dit zouden zomaar eens die nieuwe exponentiële platformen kunnen zijn die wel snel gaan. Ghost kwam ik tegen, de toekomst, is dat de toekomst van blogs? Ik weet het niet. Maar het is just a blogging platform, het is helder wat het ding doet en waarom. Een andere discourse. Dat zijn wel nieuwe platformen, in ieder geval voor mij nieuw. Waarvan ik denk, ja, die waarom-vraag hebben ze goed en helder daar neergezet. Het is niet een Drupal waarbij ik denk, Jezus, wat is dit? Het is heel erg vanuit de wat geredeneerd. Technische mensen hebben die neiging om heel snel in de wat-vraag van, kijk eens wat we allemaal kunnen en wat we allemaal hebben, alles in die etalage te zetten. Terwijl zeg maar nieuwe spelers, en dat geldt voor Airbnb, dat geldt voor Uber, dat geldt voor alle snelle groeiende organisaties, die hebben een hele duidelijke waarom. Ja. De oorspronkelijke slogan was community plumbing. Ja, en waarom is die los? Community plumbing, zeg je, hè? Dat was de oorspronkelijke. Sorry? De oorspronkelijke slogan was community plumbing, zegt hij. Van de Drupal community. En mijn vraag is dan meteen, van, maar waarom is dat dan losgelaten? En waarom is het uiteindelijk toch weer een hele etalage geworden met alles wat we kunnen en doen?
Ik ga hier ook geen antwoord op vinden nu. Maar dit is er wel eentje. Die waarom-vraag is er één. Ik heb die vraag, hè, toen ik had gezegd van ik kom vandaag die keynote wel doen. Maar ja, wat moet ik in godsnaam jullie nog meegeven? En daar heb ik heel lang over nagedacht. En dit is het verhaal wat ik jullie mee wil geven. En om over na te denken hoe je daar verder mee om kunt gaan. Maar het grappige is, ik kreeg op basis van die vraag, en dat was eigenlijk veel meer een retorische vraag, maar ik kreeg heel veel reacties. En ik wilde twee uithalen waarvan ik dacht, ja, daar kunnen jullie denk ik wat mee. De eerste was van Paul Suikerbuig. Paul die is heel actief in open data. Dat ze waanzinnig veel data van de overheid kunnen gebruiken als basis voor innovatie. Data.overheid.nl rocks. En er zullen ongetwijfeld mensen van jullie nu bezig zijn al met data, met open data. Ik was van een week was ik bij een bijeenkomst in Arnhem. Waar Ger Baron, dat is de eerste CTO van de stad van Amsterdam, verhaal hield. En daar zat ook de CEO van Arnhem. En de grootste uitdaging voor gemeenten is op dit moment van, ze hebben data genoeg, maar hoe ga ik nu samenwerken met die buitenwereld om daar ook zinnige applicaties van te ontwikkelen? Waarom zou Drupal niet de community kunnen zijn die zeg maar, zich vooral ook met open data slimme applicaties kan ontwikkelen? Het is maar een idee. Ik vond hem interessant, omdat je daarmee meteen onderscheidt ten opzichte van al die andere platformen. En de laatste die ik jullie wil meegeven is van Erwin Blom, want die raakt in feite in essentie ook mijn verhaal. En dat is dat, en blijkbaar zit Erwin, want ik weet niet of jullie Erwin Blom kennen, maar dat is iemand die ook redelijk actief is op Twitter, zich bezighoudt met nieuwe media, komt vanuit de VPRO. Blijkbaar heeft hij ervaring met Drupal, ik weet het niet. Maar ik zou open source developer vragen wanneer ze niet technische mensen eens serieus gaan betrekken, gebruiken zeg maar. Dus niet zeg maar met je eigen community zelf, maar juist ook naar buiten kijken. En hoe kunnen we nu op een slimme manier gebruik maken van de kennis, de kennissen, de netwerken, de ideeën van buiten. En hoe kan je die in die community brengen? Nou, dat waren twee punten waarvan ik dacht, nou, die wil ik in ieder geval meegeven. Het zijn niet mijn meningen, het zijn van twee willekeurige mensen die reageren op de vraag van wat kan ik jullie nu nog meegeven vandaag. En ja, daar wil ik het eigenlijk mee bij laten. Denk goed na over zeg maar, de punten waarvan je denkt van hey, die kunnen we meepakken vanuit de hele Drupal community. Er staan er vast een paar bij waarvan jullie zeggen hey, daar moeten we wat mee. En ik wil jullie daarmee succes wensen. Ik wens jullie een hele mooie dag vandaag. En ik hoop dat ik jullie toch iets heb kunnen vertellen waarmee je morgen ook iets kunt. Dank voor de aandacht. Dames en heren. Dames en heren, de man die geen introductie behoeft. Marco, dankjewel. Ja. Tof dat je het gedaan hebt. Ik heb een boek. Serious Scientific Answers to Absurd Hypothetical Questions. Ik heb hem nog niet gelezen, maar vond hem allemaal erg cool. Dankjewel. En tof dat je er was, dankjewel. Oké, jullie veel plezier. Elf uur gaan we hier door met Jeffrey Maguire. Dus als je voor Jams' sessie komt, blijf lekker zitten. Of snij even een bak koffie in de hal. En de breakout sessies gaan ook door boven om 11 uur. Dan zie ik jullie dadelijk.